Dit is het Weerjournaal van Weerplaza. We zien wat hoge wolkensluiers op de satellietfoto. Onder die wolkensluiers landinwaarts inwaarts nevel- en mistbanken. Maar we krijgen ook geregeld de zon te zien vanochtend al, vooral in het westen en noorden. En de nevel en mist gaat dan geleidelijk aan oplossen en de temperaturen stijgen voorzichtig. Vanmiddag schijnt de zon op veel plaatsen volop. En daar waar de zon als laatste tevoorschijn komt worden de graad of 5, op andere plaatsen is het 7 of 8 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. Vanavond is het helder, het koelt snel af naar een graad of 2 en de wind blijft matig waaien. Dat betekent voor komende nacht dat de kans op mist zeer klein is. Het gaat nog wel vriezen in het binnenland en morgen hebben we dan over het algemeen zonnig weer, een groot deel van de dag. met temperaturen van een graad of 8 in de loop van de dag neemt de wind wat toe en van het noordwesten uit komt er ook meer bewolking in de avond, misschien de eerste regen. Vrijdag is dan een dag met flink wat regen. Het wordt 6 of 7 graden en er staat een stevige wind. Zaterdag draait de wind naar het westen. Voert ook wat koudere lucht aan. We hebben buien met wat zon tussendoor. En misschien dat er eens een keer een winters karakter bij zo'n bui zit. Zondag is het een poosje droog. En ook dan hebben we temperaturen van een graad of 6. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.